Yo mensen van Just Jordi en welkom bij een nieuwe video vandaag, Black Ops 4. Ik ga jullie laten zien wat de beste instellingen zijn, maar nu eerst de intro, dus tot na de intro. Kiss for you. Ja mensen, vandaag ga ik jullie laten zien wat de beste instellingen zijn voor Black Ops 4, naar mijn mening. Maar ik ga jullie niet laten zien welke sensitivity jullie moeten gebruiken, want dat is eigen keuze. Maar ik ga jullie een paar dingen, andere dingen laten zien. Nou, gaan we naar controls als eerste. Nou, ik heb mijn sensitivity op 6 staan. Dat is eigenlijk eigen keuze. Als jij zegt van ik wil op 20 spelen, of ja, 20 kan niet, maar op 14 of op 10 of zelfs op 3. Dat is jouw eigen keuze, wat jij fijn vindt om te spelen. Dat moet je zelf aanvoelen wat fijn is. Ik hou liever van een iets lagere sensitivity, niet iets te hoog. Want als ik te hoog ga, dan ga je alle kanten op. Ik vind dat niet fijn, maar als jij dat fijn vindt, zet dat vooral aan. Dus eigen sensitivity is enorm goed. Je kan de sensitivity dus verhogen als je dus aan het inzoomen bent. Dat heb ik gewoon normaal staan. Hetzelfde geldt voor één keer. Gewoon hetzelfde. Dan blijft het gewoon 6. Als je het op 1,5 doet, dan wordt dit volgens mij wordt dit gewoon 9. Dan wordt het gewoon 9. Dus dan wordt het wat hoger. Je kan hem ook iets lager zetten. Maar dat is eigen keuze ook weer. Aim assist kan je ook uitzetten als je dat wil. Ik vind het liever fijn om het aan te houden. Ik ken ook een vriend van mij die heeft dat zelfs uitstaan. Die vindt dat fijn. Nou, als hij dat fijn vindt en speelt lekker de game. En die gaat gewoon positief. Is dat zijn eigen keuze en dan is het niet mijn keuze. Nu komen we naar een heel belangrijk puntje. De vibratie van de controller. De controllervibratie zou ik uitzetten. Als je namelijk een granaat iemand gooit of er een explosie in de buurt is, dan gaat jouw controller dan trillen. Ook als je beschoten wordt, gaat je controller trillen. Zet dat uit. Want door de vibratie van de controller kan jouw aim dus een beetje van de kader afgaan. Dus dan ga je in één keer heel slecht aimen. Dat wil je niet, dus zet het uit. Sprint, cancel, reload. Als het staat standaard uit, hou dat ook uit. Want dat betekent als jij sprint, dan stopt hij niet met reloaden. Dan anders dan, ja, automantel is zeg maar dat als je over een ding bent, dat hij zelf automatisch gaat klimmen. Zet dat uit. Als jij niet wil klimmen, klim je niet. Klim je, wil je niet klimmen, dan wil je niet klimmen. Simpel. Nou, autosprint staat ook standaard uit. Hou dat ook uit, want anders dan sprint je poppetje automatisch. Tenzij je pijn in je duim, moet je het zelf weten. Maar ja. Stick layout, ik heb dat gewoon op default staan. Ik ken ook niet echt veel mensen die het anders hebben. Ik heb dat gewoon op default staan. Dan heb ik mijn button layout op tactical staan. Dus het enige wat dan eigenlijk veranderd is, bolletje is op mijn controller of B op de Xbox. Normaal is bolletje is mijn crouch, mijn gaat liggen of mijn slide knop. En dat heb ik dan omgewisseld met de melee knop. Melee knop is eigenlijk eerst R3. Dus zeg maar de rechter stick indrukken, ook op Xbox. En als je die indrukt nu bij mij, dan ga ik sliden, of dan ga ik bukken, of dan ga ik liggen op de grond. En dat vind ik veel fijner, want die melee knop gebruik ik helemaal niet zoveel. En dat vind ik eigenlijk helemaal niet zo fijn. Dan heb ik hem ook nog op flipped staan. Wat wordt dan omgedraaid? Normaal is standaard in Black Ops 4 is L2, R2 of, wat is het op Xbox? Volgens mij is het, even kijken, RT of LT. Op Xbox is dan inzoomen en schieten. Maar ik heb dat verplaatst naar L1 en R1. Oftewel op Xbox LB en RB. Waarom is dat fijner? Omdat de L1 en R1 knop niet zoveel, of dat je die niet zo ver hoeft in te drukken, reageer je sneller. Dus je kunt sneller inzoomen en sneller gaan schieten. Dus dat is ook echt heel fijn in combinatie met mijn lage sensitivity. Ik zeg niet dat je dit ook moet aanzetten, maar probeer het eens. Probeer het eens, zou ik zeggen. Zet hem eens in flip. Probeer 10 potjes eens mee te spelen. Vind je het niet fijn, verander je weer gewoon terug naar default. En anders zet je hem gewoon weer nog in flip. Is helemaal niet erg. Dan gaan we door naar de graphics. Want brightness is enorm belangrijk. Waarom is dit belangrijk? Dit is belangrijk omdat als je een hele hoge brightness hebt, dat het beeld heel wit wordt. Dus oftewel, je ziet donkere gebieden, misschien wel beter. Maar dat wil niet zeggen dat jij de lichte gebieden beter gaat zien. Want het is heel wit. Alles wordt heel veel wit. Dus ik heb hem gewoon op 0% staan. Want je ziet het logo zie ik gewoon. Dus dat is allemaal prima. Het ziet er allemaal prima uit. Naar colorblind modus. Ik ben niet kleurenblind. Bij je dat wel. Zet je het gewoon aan wat je wel kan zien. Nou, player in je middenkader heb je gewoon full name. Dus horizontaal. Preview kan je aanpassen. Maar dat moet in de PlayStation 4 instellingen. Dus dat kan ik niet in de Black Ops 4 instellingen doen. Dan ga je naar audio. Dan zou ik master volume gewoon op 10 zetten.
Tenzij je heel veel achtergrondgeluid hebt, zet hem wat lager. En dan zet je hem op Super Crunch. Super Crunch zorgt ervoor dat je voetstappen alles iets harder is. Het geluid is overal iets harder. En dan heb ik subtitles ontstaan vanwege ook met zombies. Als ik een keer zombie speel, dan hou ik er gewoon graag van dat iets in. Als een poppetje iets zegt, een karakter iets zegt, dat in mijn beeld komt. Dat ik dat gewoon kan lezen wat snel. En dat is wel handig. Daar heb ik ook niet nog iets aangepast. Dat is namelijk het controllergeluid. Dat heb ik uitstaan omdat ik namelijk alles gewoon door mijn headset wil horen. En niet door zo'n simpele speaker, door mijn controller. Nou is deze instelling er als het goed is niet op de Xbox, maar wel op de PlayStation. Ik zet hem gewoon uit omdat ik het heel vervelend vind. Maar ja, nog eens een keer gezegd, vind jij dit wel fijn? Dan zet jij dat toch gewoon lekker aan. Het is niet mijn keuze of jij je controllergeluid aan wil. Maar ik geef gewoon de tips die het handigste zijn om aan te zetten. Zet Super Crunch sowieso aan. Want Super Crunch, als ik een playtest doe, je zult het niet horen. Maar als jij een headset op hebt, zul jij het echt wel horen. Dan gaan we door naar network. Network is heel belangrijk. Zorg dat je gewoon een goede bandwidth hebt. Zorg dat je een goed nettype hebt. Moderate of hoger. Als je strikt hebt, zal het moeilijker worden om een potje te vinden. En ook je vrienden te joinen. Het zal wel moeilijk zijn. Zorg dat je gewoon een bekabelde internetverbinding hebt. Dat is tegenwoordig eigenlijk wel logisch. En hier ga ik niet op klikken, want dat hoeven jullie niet te zien. En hier heb je de connectiemeter. De connectiemeter heb ik aanstaan. Dat is gewoon voor mij. Als ik in een potje zit, dan kan ik zien hoeveel mijn ping is. Zorg dat je een lage ping hebt en geen pocket loss. Want als je een pocket loss hebt, dan kan het heel hard gaan lagen. En dat wil ik niet. Nou, muting is eigenlijk een eigen keuze. Omdat ik speel eigenlijk alleen met vrienden. Dus dan zit ik altijd in een party en dan hoor ik dus mensen van de gamechat, hoor ik niet. Dus heb ik dit gewoon uitstaan. Maar stel, jij bent iemand die alleen speelt. Dan kan je dit aanzetten als veel mensen in de gamechat praten en dat irriteert jou. En dat wil je niet, dan zet je dat gewoon lekker. Dan zet je het gewoon aan en dan hoor je niemand meer. Alleen mensen die in jouw party zitten. Nou, content filter heb ik niks aangepast. De graphic content kan je aan en uitzetten. Ligt eraan of je bloed en zo wilt zien. Als je dat uitzet, zie je dat bijna niet meer. En dan zie je ook geen lichaam als het goed is. De zombie cartoon modus. Ja, cartoon modus zombies. Dus reduced core. Dat zie je ook al straks aan. Generated content. Dit is nieuw in Black Ops 4. Als je generated content aanzet. Als je dat aan hebt staan, dan zie je gewoon iedereen's custom emblems en de normale emblems. Maar heeft iemand bijvoorbeeld een emblem gemaakt van Dora en je zet dit uit, dan zie jij die emblem van Dora niet. Dus ik heb dat gewoon aanstaan omdat het best wel leuk kan zijn natuurlijk en je ziet ook wat mindere leuke dingen. Maar dit is gewoon een goed voorbeeld. Dit is gewoon echt de goede kant op. Voor kleine kinderen bijvoorbeeld die zeggen van ik wil geen vieze dingetjes zien, dan zet je dit gewoon lekker uit. Maar ja, ik snap het. Iedereen houdt het natuurlijk aan, want het staat standaard aan. Het staat standaard aan. Je kan het uitzetten, maar hoeft niet. Nou mensen, dit was eigenlijk de instelling video voor vandaag. Lekker korte video, maar ik wou jullie even mededelen wat nou eigenlijk goede instellingen zijn voor Black Ops 4. En natuurlijk om jouw gameplay te verbeteren. Dus vond je dat een leuke video? Doe dan een like, abonneer op mijn video. En natuurlijk, vergeet geen reactie achter te laten. Mensen, tot de volgende video. Later.